kijk je maar eens heel goed naar, want als jij straks naar de autobeurs in Genève komt, staat deze auto er niet meer. Er is namelijk nog maar één prototype van de McLaren Speedtail, en dat is deze. En na vandaag gaat hij een rondje doen langs klanten die er eentje besteld hebben, zodat zij kunnen kijken ja, hoe ze hem gaan spekken, welke kleur, wat voor interieur ze er aan enzovoorts in willen. En over die klanten gesproken, normaal gesproken is het bij zo'n auto als dit natuurlijk altijd hetzelfde verhaal. Hij kost 2,2 miljoen, er worden er maar 106 van gemaakt en is al lang uitverkocht. Maar dat is bij deze niet helemaal het geval. Officieel wel, maar gaan geruchten dat er een paar mensen waren die er al hadden eentje aanbetaald. En toen ze hem zagen voor de eerste keer dachten ze, nee, ik hoef hem toch niet. Het is natuurlijk ook wel een heel bijzonder ding. Hè? Kijk, dit is een auto die in een oplage van 106 wordt gemaakt, net als de McLaren F1. Hij heeft een interieur met 3 stoelen. Bestuurders dit midden, net als de McLaren F1. Maar het is niet de spirituele opvolger van de McLaren F1. Dat was namelijk echt een soort van ultieme dagelijks bruikbare GT. En dit is echt een high-speed monster. Hij heeft een aangepaste aandrijflijn die we deels kennen. Het is een soort van evolutie van de P1 en van de Senna. De bekende 4-liter V8 Twin Turbo gecombineerd met een elektromotor. Ja, en dat is samen 1070 pk. Dat is heel veel en dat is goed voor minimaal 403 km per uur, ofwel 250 mijl per uur. En hoe ze dat bereikt hebben is natuurlijk een extreem aerodynamische vorm. Geen buitenspiegels, nee, je ziet daar wel een soort van vakjes in de zijkant zitten. Daar komen camera's uit die normaal gesproken gebruiken. Op het moment dat je die high-speed modus inschakelt, ja, dan maakt het zichzelf zo glad mogelijk. Die spoiler die er zo uit kan, die klapt hij in. En dan haalt hij dus in ieder geval op de verbrandingsmotor alleen al minimaal 400 km per uur. En die elektromotor die gebruikt hij vooral om keihard op te trekken. Hij zou in principe nog veel harder lopen, maar, zeg maar McLaren, het probleem is daarbij dat de banden dan een soort van ander karakter moeten krijgen. Dan moet je heel harde zeg maar wang in maken om ervoor te zorgen dat hij heel blijft op die snelheid. Dat gaat ten koste van het comfort, willen ze niet bij deze auto. Dus is hij door de banden min of meer gelimiteerd op 403 km per uur. Maar het zou best wel eens kunnen dat ze een aparte versie gaan maken, niet helemaal street legal, met veel hardere banden die nog veel harder loopt. Maar dat zijn allemaal dingetjes waar McLaren nog niet zo heel veel over wil uitweiden. Ja, mocht je dus alsnog interesse hebben, het zou dus best wel eens kunnen dat er nog een productieplekje voor je is. Maar je moet dus wel minimaal 2,2 miljoen ex-belastingen meenemen.